Hij zei te leven. Dat was een grote meneer voor mij, ja. Om zijn eenvoud, om zijn echtheid. Je gaat door zolang je kan. Boudewijn, ook met de fouten die ongetwijfeld heeft gegaan, was volgens mij een heilige. Zonder hoop kan je niet leven. De koning die heilig wordt, we zijn er wel mee. Katholieken hebben al heiligen genoeg. Er is het volk en je familie om je heen. Clear Pearl's car struck this curve, killing Queen Astrid beside the Lake of Lucerne near Kisnacht. Ik zweer de grond weg na te leven. Het uiteindelijk doel is de Congolese bevolkingen te leiden naar de onafhankelijkheid. Ons land leeft sinds ongeveer middernacht in een uitzonderlijke constitutionele toestand. Ons land heeft vandaag zijn vorst verloren. Après son mariage, Baudouin se révèle un tout autre roi que Léopold III. Baudouin est quelqu'un de conciliant, il ne dit aucun mal des politiciens ou des partis, il joue son rôle. Dans les années 70, c'est un roi expérimenté et populaire. De koning moet leven, moet regeren met iedereen. Ja, de oppositie van vandaag kan de meerderheid zijn morgen. Mais à la fin des années 70 s'ouvre une ère plus difficile. Le pacte d'Egmont échoue, on est en pleine crise économique, les finances de l'État sont mauvaises, les gouvernements se succèdent. Après la chute de Martens IV au printemps 81, le roi intervient. De koning zal dan een merkwaardig initiatief nemen. Hij zal 19 personaliteiten samenroepen op het paleis. De koning zegt, het is als oorlog. Hè. Er moet hier werk worden gemaakt van en dat kan niet te lang duren. En hoe wilt je dat er hier wordt geregeerd als er in 1 jaar tijd 4 titularissen op 1 departement zitten? Hij zegt, je moet nu niet antwoorden op mijn bedenkingen, maar gaat naar huis en zorgt dat er een regering komt. Le Palais Royal se transforme en véritable moulin. Les politiciens entrent et sortent avec chacun leurs convictions. Un autre premier ministre vient remplacer Wilfried Martens, Mark Eyskens, également démocrate chrétien flamand. Mark, proficiat. Dank u, de ambtenaar Voorstraat. Maas. Mais le gouvernement Eyskens ne fera pas mieux. Il ne tiendra pas même 6 mois. Het is vandaag 21 september. De eerste dag van de herfst. Het vallen van de bladeren. De regering is ook gevallen. Pour la population belge, seul Baudouin est celui dont la réputation est intacte. De koning incarneerde nog de goede politiek. De politici hadden het verprutst. Velen stelden een hoop op Baudouin. En zo is dat ook eens gebeurd. Hè. Het wettelijk en het werkelijk land en Baudouin is dan de zuivere koning die het moet redden. Le CVP peut à nouveau proposer un formateur, mais il hésite entre Léo Tindemans et Wilfried Martens. Il n'ose pas choisir. En de koning zal daar een keuze maken. Hij zal kiezen voor Wilfried Martens. En dat is wel interessant, omdat hij ook in de voorgaande 2 jaren al een aantal keren publiekelijk zijn bewondering voor Wilfried Martens had getoond. Dat is niet gebruikelijk, omdat dat natuurlijk ook een uiting is van een persoonlijke appreciatie. Martens, d'oriëntation chrétienne, a les faveurs du roi. Il devient formateur et ensuite premier ministre. Le gouvernement Martens V voit le jour. Het was een regering met politici die veel onafhankelijker stond van hun politieke partijen. Die een grote zelfstandigheid had. En we hebben jarenlang kunnen besturen in de ministerraad. Met de ministers. Zonder dat ze naar een partij moesten telefoneren of ze deze of een andere beslissing konden nemen. Martens V résistera 5 ans. Mais fin des années 80, les gouvernements Martens se succèdent à nouveau. Pour Martens VIII, la réforme de l'État représente un dossier délicat. Les ministres veulent un État fédéral, alors que Baudouin veut maintenir l'État belge. Natuurlijk, ik wou ook, wat ik beschouw als een grote ambitie in mijn leven, ons land hervormen tot een federale staat.
Dat is een moeilijk proces van overtuiging geweest. Federalisme was aanvankelijk, voor Barthes hem dat kon duidelijk maken, gelijk aan separatisme zonder meer. Hè. Dus een gelijkheidsteken tussen federalisme en separatisme. Dat was zijn eenvoudige mening die hij had. En dat was dus kwaad, dat was slecht. Zijn grote vrees was altijd het uiteenvallen van het land. Dat was bij hem een obsessie, ver van daar. Maar dat was toch een leidmotief. Maar op een bepaald ogenblik is hij tot het bewustzijn gekomen dat dit de weg was voor een oplossing. Maar dat heeft heel veel tijd gevraagd. Hij bad ook echt voor zijn land. Hij hield van zijn land. En hij vroeg bescherming van de Heer voor zijn land. Ja. Wilfried Martens pouvait convaincre le roi parce qu'ils avaient une grande confiance mutuelle. Quand en 1983, Wilfried Martens doit subir une opération cardiaque, le roi le rassure. Hij heeft mij uitgenodigd vlak voor mijn hartoperatie om samen naar de mis te gaan in Laken. Wel, de priester die de mis opdroeg, zei voor elke belangrijke gebeurtenis in een mensenleven dienen wij het sacrament toe dat niet het sacrament van de doden is, maar het sacrament van de levenden. En dus dat was de almoezenier van het paleis die dat zei tijdens de mis. Baudouin tient en haute estime l'homme derrière ce grand politicien. Politiek was hij misschien niet altijd eens met wat sommige politici dachten. Maar als enige persoon was getroffen door iets ernstigs, was koning Baudouin altijd daar. Bijvoorbeeld het overleden van de dokter van Hospitaals. Hij is meermaals naar Hospitaals zelf thuis gegaan. Omdat hij wou echt verdrieten van het hospitaal meeleven. Après son opération cardiaque, Baudouin et Fabiola viennent rendre visite à Wilfried Martens à l'hôpital. Par la suite, ils continueront à s'intéresser à lui. Hij heeft mij aangeboden, mij en mijn vrouw, om dus de revalidatie door te brengen in op Grimby. Wat ik gedaan heb, ik ben op 3 augustus 1983 geopereerd en we hebben verbleven tot in oktober. En hij telefoneerde mij bestendig. Baudouin est quelqu'un qui s'implique et une audience chez le roi est rarement une formalité. Hij keek recht in je oog en hij wou zien wie u was, wat u die diep gedachten en geloven waren. Echt met een, ik zal niet zeggen een priemende blik, maar met zo'n gebiedende blik. Dat je je eraan verplicht voelde allerlei dingen te vertellen die je normaal tegen je beste vriend niet vertelt. Als men tegen de koning Baudouin kwam, vielen alle masken, alle titels, alle functie. Hij wou kijken wie u was. Een premier entretien avec Baudouin peut vite devenir accaparant. Zegt dan, wat hebt u gestudeerd? En ik zou onder andere Oud Testament en antropologie en... Tjak, hij vraagt mij onmiddellijk, het Oud Testament zegt hij, wat zegt de Bijbel over moederschap? En wat zegt de Bijbel over een moeder? Ja, dat is niet iets wat je direct verwacht, hè? Als je op audiëntie komt bij de koning en heeft mij dan op een bepaald moment bij de hand genomen en mij naar zijn bureau gebracht. Heeft hij mij ook een paar foto's getoond. Ik vermoed dat zijn moeder was. Ik vermoed dat het Astrid was. En dan zijn we nog zeker een half uur, drie kwartier blijven praten. Dat was eigenlijk de eerste ontmoeting. Hij was een mooie persoonlijkheid die je uitnodigde om rechtvaardig te zijn, om consequent te zijn en om goed te zijn. Als ik bij Baudouin hing, dan kwam ik daar buiten als een betere mens. Baudouin en Fabiola zijn ook disponibel voor de plus faibles: de handicapés, de veuven en de orphelins. Mensen ontmoeten die een kind of een huisbestaande hebben verloren in een catastrofe, daar waren ze ook fantastisch. Dat is echt, bon, dat is een beetje, bon, geleerd dat ook. Hè. Maar je kunt ook
dergelijke dingen op dat niveau kunt je doen, kunt je goed doen, maar je kunt het ook zeer goed doen. Zij deden het zeer goed, daar kan ik ook van uitspreken. Het was zeker iemand die in alles wat hij deed speciaal aandacht besteedde aan de kleinen, aan de armen. Baudouin n'hésite pas à se rendre dans les quartiers populaires. Hij neemde maar gewoon zijn bezoeken in de Marol. De manier hoe hij aandachtig kijkt en luistert naar een arme man die de dag ervoor heeft in het centraal station moeten slapen. Les jeunes immigrés du foyer de Molenbeek reçoivent sa visite. Er kwamen bij de jongens binnen in de foyer, die daar aan tafelvoetbal en zo bezig zijn. Komt hij bij hen, lacht hij mee, doet hij wat mee. En het schijnt dat op een bepaald moment een van die jongens blijkbaar naar zijn een briefje uithaalt van 20 frank of van hoeveel was het in die tijd. En zegt, mon fin, c'est vous monsieur? C'est vous monsieur le roi? C'est le roi? Hey. Intelligente staat zo, die doen dingen waaraan men zich niet verwacht op het vlak van de public relations. Quand en janvier 1976, Ruysbroek est inondé et transformé en région sinistrée, Baudouin accomplit un geste biblique. Il donne sa veste à une femme désespérée. L'assistance est médusée. En als de koning in Ruysbroek zijn mantel geeft, niemand heeft dat voorbereid. Plots waren al die gasten, de mensen van die meekwamen met de koning, de rijkswachters die daar rondlopen en zo. Dat is toch, die schrokken natuurlijk. Hij was zeer gevoelig voor het lijden van de mensen. Uiterst gevoelig. Le drame du Heysel en mai 1985, 39 morts lors d'affrontements entre fans de Liverpool et de la Juventus, a également fort touché Baudouin. Le roi et son pays, mais aussi son peuple. Als koning Boudewijn iets zeer moeilijk meegemaakt had, kwam hij anders thuis en hij moest dat verder verwerken en zeker in het gebed, ja. Chaque jour, Baudouin et Fabiola prient pour une diminution de la souffrance à laquelle ils sont souvent confrontés de par leur fonction. Het vaste gebed van koning Boudewijn was elke dag het gebed van Franciscus. Heer, laat mijn instrument zijn van uw vrede. Waar lijden is, breng mij vertroosting. Waar pijn is, breng mij troost. Waar enzovoort, enzovoort. Ik ken dat niet van buiten nog. Ik herinner mij bij een voorstelling dat ik het had over het Centrum Kardijnen, over bezinningsdagen. En in plaats van dan iets te vragen zo van, en hoe gaat het en hoe doen jullie dat, was zijn vraag, hoe combineert u de activiteit met de verticale lijn voor uw eigen gebedsleven? Dit typeert hem helemaal. Ja? Het kruis, de mens situeert zich tussen het horizontale van onze activiteit en moet ons telkens richten naar God. Dat was koning Boudewijn ten volle. Hij was een echte christen. Hij was in mijn ogen overdreven religieus, maar ja, wie ben ik om daarover een oordeel te vellen? Ik ben Voltairiaan, dus mijn oordeel is al niet objectief. Hij had ook iets van een asceet. Hij dronk weinig, hij at weinig, hij had geen last van obesitas. En hij was matig eigenlijk in alles. Hij hield van de natuur. Maar of er mooie stoelen stonden en mooie schilderijen hingen, dat was voor hem bijzaak. La montée du Vlaams Blok préoccupe beaucoup Baudouin. Il va s'attacher au sort des immigrés, principale cible du parti d'extrême droite. Ook naar het probleem van migratie en zo meer, daar had hij een heel sterke overtuiging. En ja, voerde hij het ook wel druk uit op de verschillende bevoegde ministers, omdat ze daar meer aandacht zouden aan besteden.
En 1989, Paula Dont du CVP est nommée commissaire royale à la politique d'immigration. Dont et le roi sont sur la même longueur d'onde. Ik zei eens aan de koning, sire, je weet toch dat ik geen academicus ben, hè? En toen antwoordde hij, gelukkig niet, mevrouw. Maar dat bouwden wij naar steunen, dus duidelijk. Dat is duidelijk. Door dik en dun. En dat was een wederzijds verband. Le roi va se consacrer prioritairement aux grands problèmes sociaux. Armoede, mensenhandel, sociale problemen, tewegstelling. Was ook een van zijn grote bekommernissen. Dus al die onderwerpen kregen inderdaad, zeker gedurende de laatste jaren van zijn leven, meer aandacht. Quand en 1991 une série sur la traite des femmes paraît dans le magazine Knack, le roi réagit. Il convoque le journaliste Chris de Stoop au palais. En meteen daarna krijg ik een brief met een kroontje, uitnodiging, koninklijke audiëntie. Maar wat wil het toeval? De nacht ervoor, ik woonde nog in Leuven, was ik zwaar op café geweest. En 's nachts van de trap gedonderd, snel opgelapt in een ziekenhuis. En ik kom op het paleis met een enorme pleister op mijn voorhoofd. En de koning zegt, dat kan geen toeval zijn. Gisteren is er ook een neefje van mij in een put gevallen in het paleis. Dat is de duivel die dat gedaan heeft. Die heeft u van de trap geduwd, omdat u voor het goede strijdt. Het feit dat slachtoffers onder een vals voorwendsel in de prostitutie gedwongen werden en daar op een ongelofelijke manier misbruikt en mishandeld werden, dat schokte hem diep. Het ging erover dat dat met de steun van de overheid gebeurde, via het verlenen van arbeidsvergunningen, kaarten als danseressen enzovoort, een hele schijnwereld en vooral via heel wat corrupte systemen van ambtenaren, politiemensen tot politici toe. En dat was zeker wat hem zwaar zorgen baarde. Baudouin est choqué par les conditions de vie des prostituées. Dit waren jonge moeders voor hem. En dit gaf hem duidelijk een drive. Het was niet gewoon zoals ik het zag vanuit een geëngageerde journalistiek. Het zat dieper bij hem. Le livre de Chris de Stoop, Elles sont si gentilles, monsieur, sur le monde horrible du trafic international de la traite des femmes, sort en 1992. Baudouin réagit et se rend à l'hôtel de ville d'Anvers. Op de vergadering in het stadhuis was de gouverneur, de burgemeester, Kools toen, de minister van Arbeid, de Thiège, de procureur-generaal, de chef van politie en rijkswacht. Die kregen, om het lapidair te zeggen, toch allemaal een soort schop onder de broek. En die kregen toch precies te horen welke initiatieven van hen verwacht werden. En ik denk dat ze zich daaraan gehouden hebben ook. Dans le quartier des Bateliers, Baudouin se rend souvent au Payoke, un centre d'accueil pour prostituées et victimes de la traite des femmes. Des marches étonnantes, du jamais vu de la part d'un roi. Hij vingen letterlijk op. En wat mij vooral bijblijft, is het verhaal van het Russische meisje. Ze had er een dochtertje. En ze had kort ervoor een hondje gekocht op een markt hier in de Kempen. En ze zegt aan de koning, en die hond heeft papieren. En voor mij en mijn dochtertje is het onmogelijk om papieren te krijgen. Une commission d'enquête parlementaire sera créée. Des réseaux criminels seront démantelés. De nouvelles lois seront votées en faveur des victimes. Er is een vervolgingsbeleid op gang gekomen dat erg positief was. En vooral, en dat was ook zijn eerste bekommernis, er zijn opvangstructuren gecreëerd voor de slachtoffers. Le chef de cabinet, Jacques Van Ieperzeel, est à l'origine de la campagne humanitaire du roi. Van Ieperzeel est l'ex-chef de cabinet de Wilfried Martens.
En heeft zeker ook zijn nieuwe kabinetchef Jacques Van Ypres een rol gespeeld. Dat hij de formele discours verlatend naar de prostitutiewijk gaat in Antwerpen. De armen ondersteunt. Ja, dat is ook een gevolg van de zeer, niet alleen religieuze, maar vooral humane benadering, geïnspireerd door de beginselen van het christendom. En dat vind ik een formidabele stap. Hij vond dat hij als koning, ook in een constitutioneel regime, dat hij een rol te spelen had. En op het einde heeft hij die gevonden in die thema's die sociaal en humanitair heel belangrijk waren, maar waarin hij zichzelf ook meteen een rol kon geven, een missie. Ja, je hebt de indruk dat het zoiets had als de laatste missie van iemand die, misschien was het niet zo, maar die het gevoel heeft dat de dood nadert. Baudouin veut en quelque sorte gagner son paradis sur terre. Il a vécu toute sa vie selon les préceptes de l'Église catholique romaine. Et que vers la fin de sa vie, progressivement, il s'est mis à vivre selon les préceptes de l'Évangile. In alles wat zij deden, probeerde het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Ons leven op aarde is een voorbereiding op wat er daarna moet komen. Dat is het enige waarop je moet bekommerd zijn. Mais Baudouin est loin d'être une chiffre molle. Quand il s'agit de politique, il peut être très dur. België mag geen maffialand worden, was iets wat hij verschillende keren zei, zoals Italië. Alles draait hier om geld en geld corrumpeert. Wel, wat we zien in zijn politieke carrière dan, is dat hij toch in de loop der jaren van een apolitieke koning, wat hij moet zijn, een antipolitieke koning wordt. Hij vond dat de politieke wereld alleen maar met het electorale bezig was en te weinig met het menselijke. En dat ontgoochelde en verbitterde hem duidelijk. Hij begint zich te beklagen over zijn ministers die geen morele standpunten innemen, die compromissen sluiten. En een compromis is slecht. En ik zal nooit een uitspraak van hem vergeten waar hij mij zei: ja, zegt hij, hier zeggen ze ja en op een partij zeggen ze dan nee. Fidèle aux préceptes de l'Évangile, Baudouin se soucie des plus faibles. Il règne en suivant son cœur. Hij zat aan de top van de piramide. Hij wilde leven voor degene die echt aan de onderkant stond. Ik heb al dat. Wel, dat ga ik nu een keer 200% gebruiken. Enkel en alleen voor die mensen daar. Die dus aan in de marge zitten. En die ministers rondom mij. En die anderen, nee. Voert. Entre-temps, le roi dont la santé était déjà chancelante s'affaiblit. Baudouin a terriblement mal au dos. Hij had momenten dat hij niet kon stappen, hè? Dat hij aan de tafel stond en dat hij niet kon stappen. Die rugpijn schreef hij toe aan het slecht beoefenen van de golfsport. Ja, je zegt, ja, begin er nooit aan een golven. En je zegt, sire, maak u geen zorgen. Interesseert mij niet. Baudouin a également des problèmes cardiaques. En 1992, son médecin personnel, le docteur De Jong, demande une consultation auprès d'un chirurgien cardiaque parisien, le docteur Carpentier. Et il me dit pas que c'est le roi. Et il me montre le dossier, il dit, qu'en pensez-vous? J'ai dit, écoutez, pour moi, c'est évident, il faut qu'il soit opéré. Oui, mais personne ne veut l'opérer. Oui, c'est pas étonnant parce que c'est très, très compliqué. Et c'est vrai que c'est très risqué. Mais si ce que vous me donnez votre mon avis, si on ne fait rien, dans six mois, dans un an, dans deux ans, peut-être, il ne sera plus là. Le cardiologue diagnostique la maladie de Barlow. Que se passera-t-il si l'opération cardiaque si risquée échoue? Qui deviendra le prochain roi des Belges? Baudouin a toujours eu Philippe en tête. En hij heeft dan grote verwachtingen gekoesterd. Wat prins Philippe betreft, dat was in zijn ogen zijn opvolger. Donc Philippe était son successeur. C'était son successeur dans l'esprit du roi, dans l'esprit du prince Philippe et dans l'esprit de toute la classe politique. En in zijn geest ging hij nog 10 jaar prins Philippe voorbereiden op het koningschap.
Pour Baudouin, le prince Philippe est son successeur le plus qualifié parce que ses parents ont vécu séparés durant de longues années. Hij kan niet indenken dat iemand die gescheiden is of gescheiden leeft, dat die hem zou opvolgen. Dat is niet katholiek, hè? Je mag niet scheiden. Hè? Dus gewoon niet. Ja, je mag in le péché, vivre dans le péché, dat is iets. Maar afscheiden, dat kan niet. Au milieu des années 80, Albert et Paola se réconcilient. Ils forment à nouveau un couple. Albert redevient un successeur possible de Baudouin. Dan zal hij uitdrukkelijk ook aan Albert voor die operatie zeggen: kijk, als ik die operatie niet overleef, dan word jij koning. Après avoir consulté le roi, le docteur De Jong reprend contact avec le docteur Carpentier, cardiologue. Et puis après, il m'a téléphoné en disant « j'ai parlé à la famille, mais maintenant on doit vous dire que la famille voudrait que ce soit vous qui vous en occupiez, et on doit vous dire aussi qu'il s'agit du roi des Belges. » Alors il y a eu un silence au téléphone. J'ai pas laissé tomber le téléphone, mais il y a eu un silence, un profond silence. Baudouin ne se fera pas opérer en Belgique. Ik denk dat hij dat niet aandurfde om zich in Vlaanderen te laten opereren. Om duidelijk te kiezen dan voor Vlaanderen. Allee, de wereldtop hartchirurgie zit in Aalst. Hè. Hadden die mannen in Brussel gezeten, dan zouden wel opgelost geweest zijn. Maar het was in Aalst. Hè. Il se trouve que je suis l'homme au monde qui ait décrit cette maladie, n'est-ce pas? Qui ait décrit les techniques chirurgicales pour corriger cette maladie sans mettre des valves artificielles. Baudouin s'inscrit sous un faux nom à l'hôpital parisien Brousset. J'ai dit au roi, c'est pas vous que je vais admettre officiellement. Il faut qu'on trouve un nom d'emprunt, un prénom, et puis qu'on ait un communiqué et que vous rentriez, non pas sous X, parce que je déteste cette formule, mais on va trouver un nom. Alors, trouver un nom. Et alors, il s'appelait M. Albert van Laeken, né le 7 septembre 1930, et il avait 61 ans. C'est un document historique. Il y a même un dessin de la valve du roi. Avant, après. Celle-là marche, celle-là ne marchait pas. Et pourquoi c'était très compliqué? C'était une double opération. Il fallait d'abord enlever les calcifications et puis après travailler avec le tissu disponible pour faire une nouvelle valve. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. En plein milieu de l'opération, les choses étaient tellement difficiles que j'ai cru que j'allais pas réussir à faire la réparation comme je l'avais souhaité et prévu. Et à ce moment-là, vous avez les 10 millions de personnes qui sont là et qui disent « Mais attends, il faut que tu réussisses. » Je n'opérais pas seulement un homme. J'opérais 10 millions de personnes. Et alors, j'ai posé mes instruments sur la table et à ce moment-là, j'ai prié. Au lieu de continuer l'opération, j'ai prié. Si je vous dis ça, c'est que naturellement, c'est tout à fait vrai. J'ai prié une minute, même pas. Et finalement, l'opération s'est déroulée dans des conditions favorables. Mais une opération, je disais que c'est un partenariat entre deux hommes, mais il y a une troisième personne qui intervient. Vous l'appellerez comme vous voulez. Moi, je l'appelle Dieu, et lui aussi. Eh bien, il y a une intervention divine, et là, je suis certain qu'il y en a eu. Donc, c'est pas moi qui l'ai opéré. Soyons sérieux. L'opération se déroule sans complications, et après avoir terminé, le docteur Carpentier va chercher Fabiola. Avant de rencontrer la reine, ma secrétaire vient me dire « Écoutez, voilà, il y a eu un communiqué par le palais de Laeken qui annonce que le roi a été opéré et que tout va bien. » Alors je dis à la reine, mais vous ne pouvez pas dire ça, parce que pendant 24-48 heures, il va être un peu entre la vie et la mort.
Alors elle a répondu elle a fait cette réponse pour moi bouleversante, mais c'est pas moi qui ai fait cette communiqué, c'est le roi avant son opération. Donc le communiqué a été fait par le roi avant son opération. C'est pas le signe d'une foi extraordinaire. Que vouliez-vous que je réponde? J'ai rien répondu. Baudouin se rétablit bien dans cet hôpital parisien. La reine et lui s'y sentent comme chez eux. Il était formidable. Il parcourait les couloirs, il allait voir les autres malades. Il allait, la reine aussi, passer son temps. Pendant qu'il était en réanimation, la reine était partout, sauf dans sa propre chambre. Elle allait voir les malades pour être à disposition. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Est-ce qu'on peut acheter quelque chose pour vous? Etc. Le 21 juillet 1993, c'est la fête nationale. Dans la tribune d'honneur, le roi est soulagé. On a trouvé un accord sur la réforme de l'État. Le temps de la paix communautaire est enfin arrivé. Le roi y fait allusion dans son discours. De staatshervorming is goedgekeurd. Nu moet er dringend een communautaire vrede tot stand komen, want die is onontbeerlijk als we samen werk willen maken van de andere problemen waarmee wij te kampen hebben. Het opdelen van België in de diverse stappen van de staatshervorming heeft Boudewijn ongetwijfeld met moeite kunnen slikken. Veel van wat hij heeft proberen te beletten is geleidelijk toch ingevoerd. Maar telkens als een eindfase. En dus hij geloofde dat dat de definitieve staatshervorming was. De laatste staatshervorming van Jean-Luc Dehaene. En hij leefde zo in de overtuiging, nu is het genoeg. Après l'inspection des troupes, il peut partir en vacances, l'esprit tranquille. De laatste keer dat ik de koning gezien heb, was bij het militaire défilé. En de koning zag er toen zeer goed uit. En dus wij wisten dat hij onmiddellijk daarna, wat ook de traditie was, op vakantie vertrok. Pour les vacances, le roi se rend dans le sud de l'Espagne, dans sa villa de Motril. Quand il allait à Motril, enfin les deux dernières années, il s'arrêtait chez moi à Varangeville, en Normandie, ce qui sectionnait son voyage en deux parties. Et là, on passait deux, trois jours ensemble. 15 jours avant sa mort, on courait ensemble sur la plage de Varangeville. Chaque fois qu'il me tombait sous la main, si j'ose dire, j'ai dit, allez, hop, on va donner un coup de... On va donner un coup d'oreille. Alors ça l'amusait. Il dit, qu'est-ce que vous entendez? J'ai dit, j'entends votre cœur. J'entends plus de souffle. Alors il était content, naturellement. Alors il disait, bon, allez, on va aller manger des huîtres. Et il a mangé une douzaine d'huîtres, ce qui était interdit avant son opération. Et à la fin d'une douzaine d'huîtres, il me regarde. Et j'ai dit, vous avez une question à me poser, je vois. Il dit, oui, est-ce que je peux prendre une deuxième douzaine en votre présence? J'ai dit, à titre exceptionnel, je vous donne l'absolution. Mais après quelques jours, rien ne va plus à Motril. Ze waren een gebedsoefening begonnen. Mekaar aflossen in bidden of mediteren. En zij heeft dan gebeden en is dan teruggegaan naar haar dinertafel met haar familie en vrienden. En hij bleef zo lang weg. C'est elle qui l'a découverte sur la terrasse, face au soleil. Toujours assis sur sa chaise au lieu d'être tombé par terre. Il était dans une position tout à fait inhabituelle pour un décès de mort subite. Quand vous avez une mort subite, vous vous écrasez par terre. Il n'était pas du tout par terre, il était sur son siège. Des mystères successifs, parce que c'était tout à fait inattendu. Et que je savais que sa valve marchait bien. Son hart was veel beter. En dat heb ik tenminste vernomen van mensen van het paleis die me dat gezegd hebben. De koning is naar Motril gegaan. En heeft gezegd, ik heb mijn geneesmiddelen nu niet nodig. En eigenlijk denkt men dat
Men heeft die geneesmiddelen, denkt men, te vroeg afgeschaft. Want hij is plots gestorven. Voor mij was het een épreuve terrible. Parce que quelque part, vous vous demandez, que vous le vouliez ou non, vous vous demandez, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire, que j'aurais dû faire? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à un mystère. Je cherche. Il faut chercher. Et ça reste un mystère. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1993, la nouvelle de la mort de Baudouin est annoncée. Het is 24 over 1, een extra nieuwsbulletin met Steven Dierks. Koning Boudewijn is gisteravond in Spanje overleden. De vorst is gestorven aan een hartstilstand. Ik moet zeggen dat dat overlijdensbericht mij getroffen heeft als een bliksemschicht. Ik was totaal verrast. Ik heb dat niet zien aankomen. En pleine nuit, les ministres se réunissent d'urgence au 16 rue de la Loi. Wat nu? Logischerwijze stelde zich onmiddellijk de vraag, het was niet geagendeerd, maar van de opvolging. Ze wilden niemand van een bepaalde leeftijd, met een bepaalde ervaring en die voldoende politieke feeling had. En die had Philippe zeker niet, was uitgesloten. Dus moesten ze beroep doen op prins Albert. Ik ga ook nooit vergeten dat Wilfried Martens, die toen in Kenia ergens zat en die men bereikt had en die dus al in de radio gesproken had, dat Philip zou opvolgen en zo meer. Ik heb dat gezegd omdat de koning overtuigd was dat hij nog 10 jaar zou leven. Dat koning Albert dan zo oud zou zijn geworden dat het bijna vanzelfsprekend was dat hij die taak niet zou aanvaarden en dat het zou gaan naar prins Philip. Waar onmiddellijk aan onze tafel werd gezegd, moment maar, de grondwet is toch wel anders gestructureerd op dat punt. Maar dan hebben we ons de vraag gesteld, ja maar, Philip, dat kan maar, als prins Albert afzit van een troon. En dus Jean-Luc de Haene is dan vertrokken samen met Patlet naar het zuiden van Frankrijk om die boodschap van de regering over te brengen aan de toen nog prins Albert. Le prince Albert accepte la proposition de devenir le prochain roi. Bleek dat inderdaad koning Boudewijn en zijn broer Albert daarover al overlegd hadden en dat de keuze was gemaakt dat Albert de troon zou bestijgen. De Haene heeft dan gevraagd dat iemand Philippe zou verwittigen. Want Philippe zal wel op hebben gekoesterd of misschien de vrees hebben gekend van te zeggen, nu gaan ze mij vragen. En ze hebben hem niet gevraagd. Het schijnt dat hij het via de media vernomen heeft. Quand l'avion qui ramène la dépouille de Baudouin atterrit à Bruxelles, Jean-Luc de Haene se retrouve face à face avec Philippe. Wanneer we dan aanwezig waren in Zaventem als het vliegtuig met stoffelijk overschot aankwam, heb ik dan prins Philip gegroet. En hij heeft gezegd, ja, ik dank u vooral wat je gedaan hebt. Wat daar zijn persoonlijke gevoelens bij waren, dat heb ik hem ook niet gevraagd. Fabiola reçoit les condoléances des ministres. Pour Willy Klaas, très ému, elle a un petit mot de réconfort. Ik kon mijn emotie moeilijk onder controle houden. En dus dat heeft zij blijkbaar wel gemerkt. En ze heeft gezegd, je moet niet treuren. Maar wat je moet weten is dat hij erg veel van je hield. Dat was de boodschap. Des milliers de gens se dirigent vers le palais pour manifester leur tristesse. Ils sont curieux de savoir qui sera le successeur de Baudouin. Grote drukte hier voor de Wetstraat 16, waar honderden mensen zich op het voetpad verdringen om daar op het nieuws te wachten. En dat moet komen van de toespraak die premier De Haene later op de avond zal houden. Le premier ministre De Haene informe la population. In dit perspectief moeten wij ons achter zijn grondwettelijke opvolger prins Albert scharen, die geroepen wordt zijn werk in een geest van continuïteit verder te zetten. Als ik dan mijn speech naar de bevolking hield
En op het einde van die speech ook aankondigde dat Albert zou opvolgen, was dat ook een algemene verrassing. L'émotion saisit également Jean-Luc Dehaene, d'habitude imperturbable. Il fait une promesse à Albert qu'il regrettera par la suite. De enige fout die ik daar toen gemaakt heb, en daar speelt de emotionaliteit van het moment wellicht in, dat is dat ik ingegaan ben op de wens van koning Albert dat ook voor zijn dochter en zijn tweede zoon ook een dotatie zou worden voorzien. En eigenlijk hadden we toen moeten zeggen, ja, maar bon, die, zoals dat ook in andere koninklijke families gebeurt, die moeten hun eigen weg bouwen. Des milliers de Belges veulent faire un dernier adieu au souverain. Des files interminables se forment devant le palais et dans la chaleur du mois d'août, des dizaines de personnes font un malaise. Het feit dat een halve miljoen mensen zijn na zijn overlijden gewoon gaan groeten, is toch wel voor mij een teken dat hij veel meer was dan alleen maar ons staatshoofd. Ik herinner mij een garçon in een restaurant in Brussel die me zegde: meneer de minister, ik heb 18 uur gewacht om het lijk van de koning enkele seconden te mogen groeten. Er was een shock-effect, ongelooflijk, ik zou maar durven zeggen, een verering. Dagenlang. Dat wil dus zeggen dat de Belgen toch in Boudewijn een ideaal erkenden en herkenden dat indruk maakte. Dat is iemand die inspireerde. Dat daar emotioneel zo op gereageerd worden, daar was ik van overtuigd dat het zo overweldigend zou gebeuren. Dat hadden we niet verwacht. L'attente est si longue que de nombreux Belges n'arrivent pas à atteindre la dépouille du roi. La déception est grande. Le ministre de l'Intérieur, Louis Tobac, est fortement critiqué. Le ministre, c'est un petit peu la pagaille, dit-on, vous n'avez pas de réaction? On voit pas où est la pagaille. Hein, donc... C'est-à-dire que les gens doivent attendre vraiment très très longtemps, ils oui. se plaignent, il y a si des cohues. 10 millions de Belges veulent venir. Ik heb ook vooral gezien hoe de media daarop inspeelden en welke onzin toen uitgekraamd werd. Ik denk dat sommige journalisten niet graag zouden geconfronteerd worden met de commentaar die ze toen, het zij voor de camera of in een gazet, geschreven hebben. De mensen waren hier en dat moet toch verklaard worden vanuit dat Belgische gevoel. Ik zou een stapje verder durven gaan en zeggen, dit is een nieuw politiek feit. Daar werden toen conclusies aan getrokken over de eenheid van het land en wat weet ik allemaal. Waarvan ik wist, jongens, dit is het emotionele moment. En niet eens een emotionele golf voorbij, komt alles terug. Des têtes couronnées du monde entier sont présentes aux funérailles, y compris l'empereur du Japon. Le chef de cabinet, Jacques Van Ieperzeel, invite également le journaliste Chris de Stoop à l'enterrement. En hij zegt: we zouden willen dat u iets doet als een soort getuigenis. Ik zeg: dat komt meer aan de slachtoffers toe. Dan heb ik het aan een van de Filipijnse meisjes, Luz, gevraagd. Luz had een korte tekst voorbereid, maar de emoties zijn te sterk. Ik lees de tekst van Luz. Last year, the king came to see us. We were 5 girls. The king was holding my arm. He listened to me. Only the king listened to us. And he was shocked. There are too many victims here, all looking for a better life in the West, all cheated and treated like things. But the king, he was standing up for us. He was a real king. I called him my friend. We lost our friend. De camera toont de verbijstering op de gezichten van al die koningen. Een keizer zelfs, premiers, presidenten. Dat was blijkbaar iets wat not done was, dat je een prostituee op het altaar een getuigenis liet brengen. Ook het feit dat de koningin zich in het wit kleed, teken van de verrijzenis. Het is hier op aarde afgelopen, maar het beste deel komt. Het eeuwig leven. Dat was charismatisch in de echte zin van het woord, ja. Hij zei hoop.
Als daar hoop doet leven, komt gezongen worden en er ziet daar een tweet staan, dat is charismatisch. Het was een soort mengvorm van een officiële begrafenis en een persoonlijke begrafenis. De regering heeft dat toegestaan. Hè? Zij hadden kunnen zeggen tegen koningin Fabiola, nee, komt een staatsbegrafenis en die regelen wij. Die invloed of die macht gaat maar zo ver als de ministers dat willen toelaten ook. Hè? En ze hebben hem ver laten gaan. Hè? Hebben hem heel ver laten gaan. Dans son homélie, le cardinal Danels compare Baudouin au roi David de la Bible. Il y a des rois qui sont plus que des rois. Ils sont les bergers de leur peuple. Ils ne font pas que régner, ils aiment jusqu'à donner leur propre vie. Tel fut le roi Baudouin. Wat een herder nog doet, en dat is het meest typische van een echte herder. Die brengt zijn schapen naar waar er groen gras is. Maar hij kan niet meer doen, hè. Hij kan zijn schapen niet verplichten om te eten. Le roi de cœur du peuple, dit le cardinal Danels, qui évoque un secret. De dag komt waarop dit geheim, dit mysterie van koning Boudewijn, aan het licht zal komen. Ik hoop het. Dan zal de hele wereld van verbazing de hand aan de mond slaan en zoals de 100 man onder het kruis zeggen, deze man was waarlijk een rechtvaardige. Le cardinal Sunens, qui a été durant 30 ans le conseiller moral du roi Baudouin, aborde le même thème. Que le secret du roi soit gardé, nous dit l'écriture. Un jour viendra où toute sa dimension sera connue dans le monde. Merci Seigneur, recevez-le dans votre joie et dans votre gloire. Et pour chacun d'entre nous, qu'il soit plus présent que jamais. Par la suite, de nombreuses questions seront soulevées. Quel était le secret de Baudouin? Est-il un saint? Sera-t-il canonisé? Ja, volgens mij was Baudouin in wat hij heeft gedaan. Ook met de fouten die hij ongetwijfeld heeft begaan, was volgens mij een heilige. Maar in de definitie van Marguerite Yourcenaro. Gelovigen kunnen natuurlijk heilig zijn. Maar ook niet-gelovigen kunnen in wat ze doen, wat ze zijn, wat ze betekenen als mens kunnen heilige zijn. Laat het uitmaken of iemand een heilige is of niet. Laat dat, als je gelovig bent, laat dat aan God. Laat dat niet aan Rome en nog aan Mechelen. Er zijn geen aanwijzingen voor dat dat de goede weg is. De koning die heilig wordt, we zijn er wel mee. Nee. We hebben dat niet nodig. We hebben dat niet nodig. Katholieken hebben al heiligen genoeg. Ja, één per dag, zeg, dat is niet als het een en het ander. Nee, dus moeten we geen aan toevoegen. Le roi Baudouin décède à l'âge de 62 ans. Il avait accédé au trône à 20 ans. Plus de 40 ans de monarchie qui laisse une forte impression sur la population. Je crois que c'était un bon roi. On n'est pas un grand roi dans le sens grand comme Napoléon, Louis XIV, François Ier. Choisissez qui vous voulez quand on n'a pas le pouvoir. Hij heeft zeker de monarchie terug populair gemaakt. In die zin was hij heel goed. Hij was een grote meneer voor mij, ja. Om zijn eenvoud, om zijn echtheid. C'était un homme. C'était un homme. Un roi peut-être, mais c'était un homme surtout. Porté par des certitudes, des valeurs et une foi fantastique, exemplaire. Le roi triste, un souverain à la conscience intransigeante, un homme au grand cœur. Tel était Baudouin, une personnalité complexe qui avait dans son fort intérieur conservé son âme d'enfant. Ik heb de koning Baudouin meegemaakt op reizen in het buitenland. Met name in van zijn laatste reizen trouwens, naar Algerije. Drie dagen officieel bezoek. En dan zijn we een drie of viertal dagen gaan doorbrengen in de woestijn. In het zuiden van Algerije. In het
Tassili-gebergte. Prachtige natuur. En de koning, zoals we in het Vlaams zeggen, hij ravotte in de duinen. Hij liep die zandbergen op en liet zich op zijn lange broek naar beneden glijden. Onder luid applaus van koningin Fabiola.